De inzamelingsactie voor Turkije vanuit onze regio neemt steeds grotere vormen aan. De gemeente Dordrecht heeft al meer dan een ton gedoneerd voor noodhulp en transportkosten. De Hagia Sophia moskee in Dordt is een centraal inzamelpunt geworden. En vanuit de regio worden er nog steeds allerlei spullen gebracht. Ja, je ziet het, enorm veel mensen die ook komen helpen. Heel veel burgers die ook van alles komen brengen. Hè. Scholen, die zijn nu inmiddels ook acties begonnen. Lege flessen zijn ze gaan verzamelen. Musea, kerken, Dordtse ondernemersvereniging, die heeft ook een soort nog benaderd. Veel mensen die bij het inzamelpunt hielpen, hebben familieleden in het getroffen gebied. Ja, mijn vrouw, schoonouders, schoonzus, nichtje, die waren daar inderdaad ter plaatse. Was even week tussenuit. Wat begon met een hele leuke vakantie. Is geëindigd op een ongekende tragedie. Ja. Hoe hebben ze het ervaren? Ja, heel angstig. Het is nog steeds heel moeilijk. Je maakt het in op een mee. Ze zat zelf in Gaziantep, in een hotel. Gelukkig kan ze het navertellen. Kunnen wij erover praten. Maar woorden schieten tekort. Ook de Dordtse politiek is nauw betrokken bij de inzamelactie. Verschillende partijen hebben een donatieactie opgezet. En donderdag bezochten meerdere wethouders de inzamellocatie. Ja, die waren echt zo onder de indruk wat hier allemaal leeft, wat hier allemaal gaande is en wat het allemaal losbrengt bij de mensen. En volgens is zojuist ook de wethouder van GroenLinks ook nog langs geweest, Chris. Ja, en er is gewoon een boodschappenlijst meegegeven aan de HVO. We missen nog doekjes, speentjes, luiers, de kleding, dat is al ruim voldoende. Dat is al de derde of de vierde vracht al. De Turkse gemeenschap is enorm dankbaar voor de solidariteit die er wordt getoond vanuit de hele regio. Ja, enorme verbroedering hier. Iedereen werkt ervoor. En het is een race tegen de klok. Dus als ik de verhalen van mevrouw hoor, hoe intens het er aan toe gaat, dan is dit allemaal belangrijk. Dus dank aan iedereen die hier aan bijdraagt, zeker.